Methode 2 werkt met eigenschappen van driehoeken. In deze oefening werken we met de driehoek OAB. We brengen de zijden en de hoeken van OAB in verband met de gegevens en onbekenden van het vraagstuk. En we passen verbanden tussen de zijden en hoeken van algemene driehoeken toe om het vraagstuk op te lossen. Voor we dit doen, brengen we enkele van deze verbanden in herinnering. Voor details verwijzen we naar het voorbereidend materiaal. In rechthoekige driehoeken legt de stelling van Pythagoras een verband tussen de lengtes van de drie zijden. In de rechthoekige driehoeken kan je ook de verhouding tussen twee van de drie zijden in verband brengen met de sinus, de cosinus of de tangens van één van de scherpe hoeken. In algemene driehoeken, niet noodzakelijk rechthoekig, bestaan twee veelgebruikte formules die gekend zijn als de cosinusregel en de sinusregel. De cosinusregel brengt vier grootheden in verband met elkaar: de lengte van de drie zijden en één hoek naar keuze. Ook de sinusregel brengt vier grootheden in verband: de lengte van twee zijden naar keuze en de twee bijhorende overstaande hoeken. In elke driehoek geldt ook dat de som van de hoeken 180 graden is of pi radialen. Tot daar enkele algemene eigenschappen. We proberen de oefening nu op te lossen door sommige van deze eigenschappen toe te passen op de driehoek OAB. Eerst gaan we na hoe de zijden en hoeken van deze driehoek in verband staan met de opgave. Om dubbelzinnigheden te vermijden, vermelden we nog dit. We nemen aan dat P en Q positief zijn en dat het hoekpunt B zich boven de rechte OA bevindt. De opgave luidt nog steeds: zoek een verband tussen de zuigerlengte, kleine l, en de hoek alpha. De zuigerlengte L vinden we terug als de lengte van de zijde AB van de driehoek. De hoek alpha vinden we niet onmiddellijk terug in de driehoek, wel de hoek tussen de kraanarm OB en het lijnstuk OA. We noemen deze hoek alpha 1. Dat we alpha niet terugvinden is geen groot probleem. Het verschil tussen alpha en alpha 1 is de vaste hoek alpha 2. Omdat we voldoende gegevens hebben over de positie van de vaste punten O en A, is alpha 2 eenvoudig te bepalen. Maar we stellen dit even uit en focussen verder op de driehoek OAB. We gaan nu op zoek naar het verband tussen de zuigerlengte L en de hoek alpha 1 in plaats van alpha. Om dit verband te bepalen, moeten we nog meer weten over onze driehoek. Wat weten we over de andere hoeken en zijden? De lengte van de zijde OB is gegeven als grote L. Ook de lengte van de zijde OA kunnen we eenvoudig bepalen uit de informatie over de vaste punten O en A. Besluit: we kennen de lengte van twee zijden, OA en OB, en zijn geïnteresseerd in het verband tussen de derde zijde AB en de hoek alfa 1. Daarom halen we de cosinusregel boven. We kiezen voor de versie met de hoek alfa 1. Concreet voor deze oefening ziet die er zo uit. En dit is bijna het gevraagde verband tussen L en alfa. We moeten enkel nog uitwerken wat we al van plan waren, namelijk OA in verband brengen met de gegevens P en Q en de hoek alfa 2 bepalen. Voor OA kan je werken met de stelling van Pythagoras in de rechthoekige driehoek OPA. Je kan hier ook een gekende formule voor de lengte van de vector OA in herkennen. In diezelfde driehoek OPA kunnen we ook alfa 2 bepalen. De tangens van alfa 2 is namelijk gelijk aan de verhouding van Q en P. Met deze twee resultaten kunnen we het reeds gevonden verband tussen L en alfa 1 dan verder uitwerken. L oplossen levert het volgende. En ook alfa oplossen is hier relatief eenvoudig.